De 16-jarige Lars Westra uit Nijmegen heeft dit jaar de Veefonds kinderprijs gewonnen. Dit is een nationale prijs voor kinderen die zich inzetten om de wereld een stukje mooier te maken. Het Veefonds is een stichting die zich inzet voor vrede, vrijheid en democratie. En elk jaar rijken zij de kinderprijs uit. Het is de derde keer dat Lars is genomineerd en driemaal is scheepsrecht. Hij is dit jaar genomineerd door zijn boek en podcast... Die hij met zijn medewinner heeft gemaakt. Nou, het is natuurlijk blijdschap, het is een hele eer. Het is de derde keer eigenlijk al dat ik genomineerd ben. Uh, en dit jaar uh, voor het schrijven van mijn boek en het maken van een podcast rondom de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar. Dat, dat heb ik samen gedaan met Merzat, die in Utrecht woont. Uh, en hij heeft ook gewonnen, dus uh, we hebben deze prijs samen gewonnen. Dat ik samen met Merzat had gewonnen was natuurlijk superleuk. Uh, we kennen elkaar al langer en we maken nu ook samen de podcast. Dus dat is superleuk uh, dat we deze prijs samen hebben kunnen winnen. En dat we ook in het vervolg uh, meer projecten samen kunnen doen. De prijzen die hij mee naar huis mocht nemen waren de beker en een cheque voor maar liefst 1000 euro. Ja, je ziet de beker en de cheque, de cheque die ik mag besteden aan mijn eigen goede doel. Dus waar ik hoop de stem van de jeugd een nog hoger podium voor te kunnen geven. Zijn boek en podcast zijn niet enkel gericht op kinderen en jongeren, maar ook volwassenen. En ja, ik vind dat volwassenen naar kinderen moeten luisteren. Uh, daar ben ik, heb ik nu net een boek over geschreven, Het Recht op een Stem... Uh, waarin ik eigenlijk alle lessen die ik de afgelopen jaren heb gekregen... heb gebundeld, uh, dat samen heb gevoegd met de ervaringen die ik heb meegemaakt. Uh, en ik heb twintig andere mensen meelaten schrijven... uit mijn netwerk dat ik in al die jaren heb opgebouwd. Uh, dus dat is een voorbeeld daarvan. Maar ook uh, de podcast richting de verkiezingen. Omdat ik aan de ene kant jongeren wil enthousiasmeren voor de politiek... omdat het soms nog best lastig is en best ver van ons afstaat. Uh, en aan de andere kant om vast naar te laten... Te beseffen uh, wat de politiek voor kinderen wil. Natuurlijk kunnen alle jongeren het verschil maken. Maar je kan zeker uh, als kind op en afsta afstappen. Je kan een brief sturen naar de gemeenteraad bijvoorbeeld. Of je kan inspreken in de gemeenteraad. Uh, of je stuurt een brief naar andere mensen. Uh, en je kan natuurlijk ook via sociale media... of met een petitie je stem laten horen. Ook heeft Lars belangrijk advies. Nou, er zijn natuurlijk altijd mensen die je tegen willen houden, die eh, vinden dat je niet je stem mag laten horen. Meestal is dat niet omdat ze niet vinden dat kinderen hun stem moeten laten horen, maar meer omdat ze het niet met je eens zijn. Maar ik vind niet dat je je daardoor moet laten tegenhouden. Dus eh, ga je hard, net zo hard door. En mij heeft het in ieder geval heel veel motivatie gegeven, en hopelijk anderen ook. Zijn winst is niet de enige reden dat de uitreiking zo'n goede ervaring voor hem was. Ja, het mooie van de kinderprijs, ik ben er nu een aantal keer geweest, is uh, om alle kinderen te zien die zich inzetten voor een betere wereld. Uh, die zelf het verschil maken, die niet als er iets tegen zit bij de pakken neer gaan zitten, maar die zelf willen om dat te veranderen. En dat is iets dat inspireert mij altijd, dat geeft me enorm veel motivatie en dat ontroert me soms ook een beetje. Dus zeker ook dit jaar ben ik er heel veel blijer weggegaan uh, dan dat ik er kwam en dat is in alle andere jaren ook zo geweest. Dat is het mooie van de prijs.